Je hebt net voor de derde keer een Nederlands record behaald. Hoe sta je hier nu? Vol vertrouwen nog steeds. Ik ben heel blij met mijn derde Nederlands record. Ging goed, dus gewoon zo doorgaan. Ik ben er heel blij mee. Ik ging gelijk vanaf het begin heel hard af. Maar daar sta ik eigenlijk bekend om. Dus vanaf het begin gelijk alles geven. En tot het einde wel gewoon zo hard mogelijk zwemmen natuurlijk. Wordt het nou extra spannend naarmate je meerdere Nederlandse records hebt? Juist eigenlijk niet. Hoe meer Nederlandse records je behaalt, hoe meer vertrouwen je eigenlijk krijgt. Dus, ja, ik ben er een beetje gewend aan. Nou, dat is niet goed, maar ik blijf het altijd wel speciaal vinden. En het blijft heel leuk. En ik blijf er altijd even blij mee. Met elk Nederlands record, dus. Mijn droom is Olympisch kampioen worden en Pieter van Hogeband achterna gaan. En gewoon vooral gewoon alles eruit halen, alles wat erin zit. En zoals het nu gaat, gaat het gewoon de goede kant op. Dus gewoon zoals ik nu blijf doen. Hopen dat het allerbeste eruit komt en mijn stinkende best doen.